Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Joltrex, de enige echte. Nou, ik ben even aan het wandelen, maar daar gaat het even niet om. Het gaat erover Planet Coaster 2. Vandaag komt hij uit. Vandaag is de release van Planet Coaster 2. Ja, een tegenvaller. Tijden gingen allemaal de ronde. Ja, 3 uur, 4 uur. Maar op Steam staat dus dat het pas om 6 uur is. 6 uur vanavond is pas de release van Planet Coaster 2. Ja, een tegenvaller. In de livestream van anderen hadden ze gezegd een uur of 3, 4. En Steam hebt er gewoon 6 uur pas van gemaakt. 6 uur is pas de release van Planet Coaster 2. Ja, waardeloos. Schaam je, Steam. Fix je dingen, man. 4 uur is natuurlijk geen 6 uur. Kan je nog 2 uur langer gaan zitten wachten. Ik heb al zo'n hele lange tijd moeten wachten op dit spel. En ik moet nog 2 uur langer wachten. Belachelijk, maar goed. In ieder geval, vandaag dus de release van Planet Coaster 2. Ik kan niet wachten om mijn eigen pretpark te gaan bouwen en mijn eigen zwembaden aan te leggen. Mijn eigen pools te maken. Een tegenvaller. Ik vind het echt heel erg jammer dat het zo lang moet duren. En dat ze dan nog eens even 2 uur extra erbovenop gooien. Ja, voor mij maakt het niet echt heel erg veel uit. Ik ben nou toch thuis. Maar bijvoorbeeld Joost, die heeft een vrije dag moeten nemen. Die denkt, nou, neem een vrije dag. Meer mensen geweest die dachten bij de eigen van, goh, laat ik een vrije dag nemen. Dan kan ik 6 november kan ik lekker gaan Planet Coasteren. Nou, die komen dus bedrogen uit. Ja, dat is echt balen is het. Verschrikkelijk, ja. Geen goed woord voor over, maar het is helemaal zo. Ja, ik ben geen YouTuber die contracten kan afsluiten bij bekende leveranciers en bekende game dingen. Dus ja, ik ben verplicht om te wachten op de release. En dat is dus om 6 uur pas. In ieder geval, als de release er is, ga ik hem gelijk installeren, gelijk spelen. En dan ga ik een video opnemen. Ik wou ook een video nemen en een livestream. Maar dat gaat vanavond niet meer gebeuren. Ik ga vanavond geen livestream doen. Daar heb ik gewoon weinig tijd voor. In ieder geval ga ik wel even een videootje opnemen. Van hoe het spel er nou eenmaal uitziet. Dus. dat dus. Ik heb echt enorm hoest. Kriebel in mijn keel. Oh, je kunt echt wel weer merken dat het kouder wordt. Hè? Je kan echt weer merken dat het langzaam naar de winter gaat. Want het is echt... jeetje, wat een kou. Brrr. Maar goed. In ieder geval is het dus nog eventjes wachten op Planet Coaster 2. En als Planet Coaster 2 uitkomt, dan... Ga ik hem spelen en dan ga ik er een video over maken. Dus het is nog heel even geduld hebben. 2 video's dus vandaag. In ieder geval. Het is inmiddels, nu ik dit opneem, niet zien. Moet ik even kijken. Kan ik niet sneak previewen? Ik sneak previewen. Maar het is om 1 uur, dus nog 5 uurtjes. En dan gaan we hem spelen, jongens. We gaan hem spelen. Heel veel toffe dingen gezien. Heel veel in livestreams gezeten. Video's gekeken van anderen die al het geluk hebben dat ze een contract hebben en dat ze hem al mogen spelen in early access mode. Ik ben niet zo bekend, dus voor mij geldt dat niet. Ik heb wel heel sneaky, heb ik toch Frontier even berichtje gestuurd. Van joh,
Ik ben ook YouTuber. Mag ik het spel ook uitproberen in Early Access mode? Nou, Frontier heeft daar niet op gereageerd. Dus, ja, we moeten even wachten. Maar wachten wordt altijd beloond. Dus, ja, we gaan het altijd wel even zien hoe het gaat worden. Dus, het is toch een grauwe, grijze dag vandaag. Zoals de afgelopen week al de hele... Heel veel dagen grauw, grijs en vervelend zijn geweest. Dus afwachten maar. Afwachten tot Planet Coaster 2. Het aftellen is nu echt begonnen. Was eigenlijk al begonnen eigenlijk een beetje. En nu is het echt helemaal... Schijnt een of andere Viking thema schijnt het te zijn. Dus... We gaan het wel zien. Joost die had een vrije dag genomen. Dus ja, dat is mooi. Ik heb weer een vrije dag genomen. En dan komt het spel pas om 6 uur. Ah, aardig waardeloos. Anders had hij 3 uur uitgekomen of zoiets. Ja, 3 uur, 4 uur. Zei ze. Maar goed. We wachten dus af. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe een duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten. En ik zou zeggen, jullie zien het als mijn video klaar is. En ik ga het in de wachtstand om te wachten op Planet Coaster 2. Eindelijk, vandaag is de release datum. Hij komt eraan. Jongens, groetjes van deze kant. Tot de volgende. Hoi hoi.